What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. We're going to be jumping into, I'm not sure, actually, what we're jumping into. Something kind of cool. Joachim Meyer, Skolreise, Yeehaw, English subtitles. Let's jump into it. Let's check it out together. It's coming from Inga. Much love. Let's go. I have no idea what we're getting into, but we're going to find out. Ik heb zelf vreselijk veel gelachen in mijn leven. Voornamelijk op schoolreis. Schoolreisje was het leukste dat er was. We gingen op schoolreis en ik had een beetje aparte klas. Echt een beetje aparte klas. Harm bijvoorbeeld. Harm was echt zo'n jongen uit zo'n klein plattelandsdorpje. Ik ben daar niks van. Ik ben daar niks van. Reed helemaal niks van. Ik ben daar niks van. Ik ben daar niks van. Reed helemaal niets van. Zijn leven was een voorstelling van Hans Klok. Hij vond het prachtig. Maar ik ben daar niks van. Helemaal niets van. Dat is Harm. En dan had je Loes. En Loes was een meisje met sluik haar. En ik dacht vroeger altijd dat Loes gebodypaint was. Was dat maar niet zo? Die had gewoon last van eczeem. Bah! I thought it was bodypaint, but it was just really bad eczeem. Disgusting. Zat altijd te krabben, echt gewoon. De huidschilfers vlogen als sneeuwvlokken door de lucht. Nee, weet je wel, ja. Weet je wel. Wel een leuk karakter. Loes would have to go the hell home. She's not allowed on the Skolreise, all right? No, get the hell out. En dan had je Wendy. En Wendy was echt zo'n kakmeisje. Echt zo'n kakmeisje. Olie Lichaal, Laura Essie jurkje, ging altijd vlak bij de leraar zitten en zat alleen maar zo in de klas. Als ik ooit zo'n kind krijg, ik zet een serieuze koop voor elk aannemelijk bod op www.zwartemarktplaats.nl. I'm with him. I'm with him. We're gonna put the kid up for sale. They come out acting like a little crotch goblin. Had je Lucas. En Lucas, ik moet pissen. Ik moet pissen. Lucas moest altijd pissen. Ik moet pissen. Ik moet pissen. That's legit though. That might just be a Lucas thing. We had a kid in our class named Lucas who always had to go to the bathroom on school trips. En Lucas, at the most inopportune times. Lucas moest altijd pissen. Hij moest altijd pissen. Lekker Lucas werd hij wel genoemd. Hij moest altijd pissen. Hij moest altijd pissen. Zijn blaas was te groot als het handje van Tinky Winky. Hij moest altijd pissen. En dan had je Ronald. En Ronald was wat ouder dan wij. En die had het altijd over neuken, 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 neuken. Ik wist niet eens wat neuken was. Ik wist niet eens wat het was. Als iemand tegen mij gezegd had dat neuken een kast van Ikea was, had ik dat. Ik wist het gewoon niet. En dat was wel leuk. Maar er ging er altijd een leraar mee die net niet overspannen was. Weet je wel? Die was aan de directeur en zegt: ik trek het niet meer, die kinderen. Ik word er helemaal gek van. Had de directeur gezegd: wil je jammer doen? Jij moet lekker op schoolreisje gaan. Lekker ontspannen. Why would you... Nou! En dan pakte hij de microfoon vast aan het eind van het schoolreis op het bus, terugreis met de bus van Amsterdam naar Zutphen en ging onvast voor. Mag ik heel even de aandacht? Mag ik heel, heel, heel even de aandacht? Dankjewel. Dankjewel. Nou jongens, het was een hele geslaagde dag vandaag in Amsterdam. We waren Jochem even kwijt op de wallen, maar nu zijn we helemaal compleet. Ik wou zeggen dat we in Amersfoort gaan we even een kleine plaspauze houden. Ik ben er niks van, ik ben er niks van. Nee, Harm, even rustig. Ik ga het zo voor jou nog allemaal kijken. Ik ben er niks van, 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 ik ben er niks van. Shhh. Shhh. Wendy, ik kan prima zelf orde houden. Ik ben er niks van. Nee. Ben die woorden hoog. Loes, even kappen, jongens. Even rustig. Even rustig. Even rustig. Even rustig. Even rustig. Even rustig. Oké, nou. Dus als we in Aam zijn. Ga eens naar. Loes, kun je alsjeblieft even kappen met krabben? Dankjewel. Ha, 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 ha. Dus hebben die krabben. Kut, Kees, die ben ik vergeten. Of niet? Haha, is Kees. Ja, fuck, die ben ik vergeten. Dat is toch wel lekker. Haha, is Kees. Die lacht om alles. Ja. Even rustig. Even
rustig, even rustig. Nou, dus als we... Dus... Ik ben er niet van. Even rustig. Ik moet pissen. Nee, Lucas, in Amersfoort gaan we plassen. Ik ben er niet van. Nee, Lucas moet plassen. Ha, 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 ha. We zijn maar niet gehad, oké. Okay. Even rustig, even rustig. Even rustig. Even rustig. Oké, dus als we in Amersfoort zijn, ga weer schoon. Jochem, kun je ook even je mond dicht houden, alsjeblieft? Ik ben er maar niet. Jochem heeft zijn pilletje niet gehad. Dus we niet gaan weer schoon. Jongen, even rustig. Maar je moet gewoon naar school. Toen doorgaan, dan gaan we gewoon met z'n allen. Neuken, jongen. Even rustig. Uiteindelijk was hij aan het huilen. Iedereen klappen. Iedereen juichen. En dan kwamen we aan in Zutphen. En dan gingen we met z'n allen onder de bank zitten. Ken je dat nog? Dat je ouders zitten wachten. Waar is Jochem? Hey, wat zullen we nu beleven? Waar is Jochem Meijer gebleven? Uh-huh. Jongens, dat was veel leuker. Want die ouders stonden te wachten. Er komt een lege bus aan met een huilende leraar. I'm not going on any field trip. But he right, hey, seriously. I don't envy teachers at all. I don't envy any kind of person that has to round up kids. It's like rounding up wild ferrets sometimes. And you can't even use like a rope. Like, no, it's not for me for sure. I love kids, but I like to be able to pick them up and give them right back to their parents when they start acting a little crazy. Because I ain't got none of my own. That's not my responsibility. They want to come play with Uncle Holly? Cool. If they want to act like little crazies, they can go back right back with mom and dad. Hey, that's why a school's there. So the parents can push them off on you teachers. Don't think it's anything else. Hey, parents, I got to get that time away. Parents got to work. They ain't got time to be raising kids nowadays. We need the teachers there for that, but I don't envy you. There's some great teachers out there. Shout out to Matt, by the way. Matt is in our Discord. He's a teacher. Hey, I don't know how you do it. Like, you guys are heroes to have to put up with so many wild-ass kids. But it's hilarious. It's fun. And you guys make the future of the world. You really do. Teachers do. And these kind of just instructor figures. When you're teaching your kids and leading them the right way and you actually care about what they become, you're a very, very important person. You deserve some kind of credit. So shout out to the teachers out there. Shout out to anybody that's ever been on a school ride and had to deal with them kids. If you guys enjoyed it, most certainly go show the original poster some love. Go show Marcel some love. Go show that love. It'll be down inside the description. Hit the like button if you liked it. The dislike button if you disliked it. Check out one of my other videos up there. Subscribe right here if you want to see more content. Possibly your content. Till the next one. Highly combustible. You guys be happy, healthy, safe. But let me see the moon and back. Peace.